Dames en heren, waar een kleine kern groot in kan zijn, dat zien we hier in het dorpshart van Es. Ik sta hier bij het plakkaat van de charter van de kleine kernen, de charter van de plattelandsgemeente in Europa. Ik heb net het pad gelopen van al die lidstaten waar dorpen samen met elkaar informatie uitwisselen. En dat gebeurt al vanaf 1990. Gewoon van onderuit. En het was destijds het initiatiefgroepje samen met burgemeester Letschert die er hiermee begon. Om burgers heel dicht bij huis laagdrempelig ervaringen te laten uitwisselen. En je ziet aan het pad dat het initiatief is aangeslagen en dat inmiddels alle lidstaten van de Unie met één dorp meedoen. Nou, dat vind ik een geweldig goed initiatief. En waarom? Waarom? Omdat de dorpen zozeer in verandering zijn. Mensen trekken naar de stad en voorzieningen in de dorpen staan onder druk. En dan kun je bij de pakken neerzitten of je kunt zeggen, wat kun je eraan doen? Nou, dat doet het charter, dat doet die vereniging van de dorpen. Ze spreken één keer per jaar, steeds in één van de lidstaten, die situatie door, nodigen jongeren en ook ouderen uit om ervaring uit te wisselen. En ik heb er ook, toen men hier bijeen was in 2005 en recentelijk vorig jaar, ook aan mogen meedoen. Nogmaals gezegd, waar een kleine kern groot in is. Het was hier in dorpshuis de Es dat in 2012 dat charter, die vereniging van kernen, plattelandskernen bij elkaar waren. En ik mocht een deel van de discussie toen ook leiden. Belangrijke indrukken die jonge mensen ons hebben gegeven is het volgende. Zij willen betrokken blijven bij dat sociale leven op het platteland. In de dorpen waar men elkaar nog kent. Maar moeten natuurlijk voor studie en verdere ontwikkeling naar de stad. En ook banen zijn in de stedelijke omgeving meer te krijgen. En wat zij vooral hebben gezegd, dat is van zorg dat er voldoende woonruimte is in de dorpen. Zorg ook dat met het nieuwe media, bijvoorbeeld met internet, dat je door dienstverlening via het internet te verlenen, dat er jobs zijn, dat er banen zijn en mogelijkheden om een bedrijf uit te bouwen in de kleine kern. En dat kan ook. Je hoeft niet per se in de stad te zitten om met anderen eigenlijk over de hele wereld te communiceren. Jonge mensen kijken vooruit en ze zien wel degelijk dat er veel verandert. Op vele delen van Europa gaan dorpen snel achteruit in bevolkingsomvang. Hier in het Brabantse land valt dat gelukkig nog mee. Wij zitten dicht bij de steden zoals Eindhoven, Tilburg enzovoorts. Een belangrijk aspect wat hier ook nog speelde was de grote verandering in land- en tuinbouw. Overal in Europa zien we dat bedrijven groter worden en dat er andere bedrijven niet mee ontwikkelen en langzaam stoppen of nieuwe functies krijgen. En dat zie je in Frankrijk op het platteland, dat zie je in Griekenland, dat zie je in Spanje, in Portugal. Mijn mening is dat het goed is om één keer per jaar zo met elkaar zichzelf te verstaan. En ten tweede, nog beter is dat men elkaar tijdens deze verblijven in de gezinnen opvangt. Op deze manier breng je inderdaad Europa dichtbij. Bravo, Es.